vandaag gaan we de terrieve varkenskop maken. Dat is eigenlijk een oude ambacht, wat al door vele koks eigenlijk niet meer gedaan wordt. Proberen we hier elke maand eigenlijk een nieuwe terrien op de kaart te hebben. We koken de varkenskop in zijn geheel, met een bouquet, groenten. Daarna, de volgende dag, als het gaar genoeg is, halen we het vlees van de karkas af. Plukken mooi. En we proberen zo groot mogelijk stukken vlees te houden. En dat stoppen we in de terrien en brengen we op smaak met eiwit, brouwerij het ei, bier, mosterd, dragon, peper, zout. Onze vorige terrien deden we eigenlijk grote stukken vlees door de gehaktmolen. Wat je eigenlijk ook met zure zult doet, dan kook je die koppen en dan gooi je hem door de gehaktmolen. En dan zet je hem onder druk weg, zodat je eigenlijk een hele vaste substantie krijgt. En dat willen we dus hier eigenlijk niet hebben. Hier willen we gewoon echt dat je dat vlees ziet en terugproeft in die terrien. Nou, het is belangrijk dat je die stukken groente zo groot mogelijk houdt, zodat je straks niet al die stukken groente uit die koppen hoeft te plukken. Zodat je zo het vlees eruit kan halen, want dat gaan we uiteindelijk gebruiken. We hebben nu een bouquet van wortel, ui, prei en selderij. De welbekende wubs. Hier zitten de wangen, dat is eigenlijk wel het lekkerste stuk van de varkenskop. En hier zit ook de mooiste vlees eigenlijk. Het oor, dat snij ik er even af. Daar zit eigenlijk te veel kraakbeen in. Dat is eigenlijk niet lekker in de terrien. Die koken we uit. Die gaan we laten frituren. De koppen gaan nu in de pan. Gaat het bouquet erbij. En dan kunnen we het water erop zetten. Oké, deze pan laten we ongeveer 6 uurtjes tegen de kook aan. Dat eigenlijk tot het vlees mooi van de karkassen valt. Dat het vlees lekker gaar is. En dan kan hij van het vuur en dan kunnen we ze gaan plukken. Nou, ik heb ze hier, de varkenskoppen. Het vlees valt al van het karkas af, dus we kunnen gaan plukken. Zie je, dit bedoel ik, mooie stukken, mooi roze. En die proberen eigenlijk een beetje grof te houden. Zorg dat er geen harde stukken in komen. Mooi gaar. Dit is het vlees van de varkenskoppen. Dat heb ik aangemaakt met fijne mosterd, een beetje kleurzout en gewone zout. De kleurzout is zodat deze roze kleur ook mooi behouden blijft. Zodat als je morgen gaat snijden dat je nog een mooie roze plak erin hebt. Ik heb er verder een beetje mosterdzaad, peper, gehakte dragon zit er doorheen. Daar moet je mee oppassen, want het trekt ook nog heel erg door. Dus de volgende dag kan je veel sterker smaken dan wat je nu proeft. En we hebben nog een beetje eiwitten erheen. Dat past heel goed bij deze varkenskoppen. Nu kunnen we het vlees in de terrienvorm scheppen. Dan gaan we hem onder druk wegzetten. En er mogen best van die grote stukken in, want dat is wel mooi dat je echt het vlees erin hebt. Soms zien we wel eens een wit stukje, een kraakbeen. Daar moet je eigenlijk er niet in scheppen. Dat is niet echt lekker. Ik heb de binnenkant even bekleed met folie, slagersfolie. Dan kunnen we hem morgen makkelijker storten. Dan blijft hij niet vastplakken in die terrienvorm. Nou, als hij helemaal mooi is afgevuld, gaan we hem onder druk wegzetten. Nu gaat hij voor een nacht de koeling in. Nadat de terrien een nacht in de koeling heeft gestaan, oh, daar was hij al. Dit is de saus gravies. Een soort vinaigrette van een ei, kappertjes en mosterd en olijfolie. Deze past heel goed bij de terrien varkenskop. Om het geheel mooi af te maken, doen we er een kruidenslaatje bovenop. Ik heb hem aangemaakt met olijfolie, peperzout en wat kresjes erin. Het gerecht vandaag is dus de terrien van varkenskop. En jullie hebben net gezien hoe dat gemaakt wordt, wat er allemaal ingaat. Beetje zure zult. Dus dat, wat ik vind bij zo'n gerecht, net als in de Beaujolais in Frankrijk, daar drink je een gamay bij. Nou, ik heb er hier een paar staan. Chirouble, Renier, Morgon. En ik heb, mooie naam, de Wild Soul van Junier. Julien Junier is een bijna vernatuurproducent uit de Fleury.
Hij maakt ook een Fleury. Dit is ook Fleury. Alleen deze druiven die koopt hij. En omdat hij geen concurrentie wil maken van zijn eigen Fleury, heeft hij dat maar een andere naam gegeven, Wild Soul. Het voordeel is dat hij een stuk goedkoper is dan de Fleury. En het heeft hetzelfde niveau als zijn Fleury. Ik ga hem nu openmaken. Wat houdt in Vernature? Nou ja, er gaan heel veel verhalen over de ronde. In principe komt het erop neer. Wijn, druiven, plukken, in een vat gooien en er zo min mogelijk of niets mee doen. Het resultaat is vaak dat het wild gaat gisten en dat het resultaat niet al te best is. Namelijk, het smaakt naar appelsap. Dit daarentegen is fenomenaal. Het ruikt gewoon naar Parijs, aan de toog, aan de zinc in Parijs. Het heeft dat typische gamay, mooie frisheid, viooltjes, zuren. Zoals Joop Braakhekker placht te zeggen, moedermelk. En deze frisse wijn, ideaal bij zo'n heerlijke terrine van vark. Eet smakelijk. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.